En daarnaast blijven er ook steeds nieuwe puzzelstukken binnenkomen over een overval, 18 april in Roermond. Daar zetten die nacht een man en een vrouw een mes op de keel van een dame van 81. Ze dreigde haar te steken en beroofde haar van haar sieraden die nacht. Nou, mede door hulp was al één verdachte aangehouden, maar er is nu nog meer bekend. Dit was de auto van in totaal 3 verdachten, waaronder dus 1 vrouw. We vroegen u in de uitzending en via Facebook wat voor type dat was. U dacht een Renault Talisman. Inmiddels heeft de politie zo'n opvallende blauwe Talisman in beslag genomen. Het is vermoedelijk de auto waar de verdachten die nacht in reden. De rechercheurs weten dat deze Talisman op 27 mei geparkeerd stond op de Van Karnebeekstraat in Heerlen met dit vervalste kenteken. Degene die nu met dit kenteken rondrijdt, heeft niets met de overval te maken. De Renault blijkt tussen oudjaar en 27 februari 2020 te zijn gestolen vanaf de Jacob van Lennepkade in Amsterdam. Wie zag deze auto tussen 27 februari en 27 mei en wie erin reed? Of weet misschien wat hij in Heerlen deed of heeft de auto daar zien staan? Uiteraard zijn we ook benieuwd of iemand alsnog meer weet over die verdachte nu die Talisman beter heeft gezien. Of wie misschien een link ziet naar Amsterdam of die Van Karnebeekstraat in Heerlen.